Hartelijk welkom allemaal. We hebben weer een interessante wedstrijd voor u die over enkele ogenblikken gaat beginnen. Sjoerd de Vos is de naam. Om alle actie van vandaag van commentaar te voorzien zit uiteraard collega Jeroen Guter weer naast me. We moeten de komende 90 minuten veel mooi voetbal gaan zien. Dit is Grimsby Town tegen Sturm Graz. Zoals altijd weer een onverdeeld genoegen om hier te zijn. En ik heb het gevoel dat we iets moois gaan meemaken vandaag. Nou, zit je er klaar voor? Dit is het team dat zo dadelijk in deze samenstelling aan het duel gaat beginnen. Rinus Michels en Ernst Happel zijn er groot mee geworden. En nu kiest ook deze trainer voor een 4-3-3 opstelling. Ja, maar dat was wel een iets andere tijd. Hè? Dan hebben we het over de jaren 60, 70. In elk geval een lekker aanvallende opstelling. En ook vandaag zal dit team hoogstwaarschijnlijk weer de druk op de tegenstander flink opvoeren. Over de gehele linie worden de tegenspelers meteen onder druk gezet. In de hoop dat ze fout maken. En dan proberen, bal veroveren en dan snel omschakelen. Aftrap is inmiddels genomen. We beginnen aan de wedstrijd. Morten Torsby. Goed gedaan. Hij zat er bovenop. En met die actie wordt de tegenstander achteruit gedrukt. Deze mag erin. Ja hoor, hij zit. Het openingsdoelpunt valt al vroeg in de wedstrijd. Ja, hier valt voor de doelman natuurlijk geen enkele eer meer te behalen. Van dichtbij kan de speler er in werken. En zo'n kans laat hij natuurlijk niet liggen. De eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Goed verdedigd. De blik naar voren en misschien valt er iets te creëren. Dat schot kijkt de doelman gewoon naast. Hij zit er goed bovenop. Aan de zijkant krijgt hij ruimte. De aanval loopt door als de bal bij de tegenstander belandt. Tegenstander verovert in hun verdedigende linie de bal. Jordan Ayew. Goed werk. Die paas had een gevaarlijke situatie gecreëerd. Zo'n paas moet je niet aankomen. Die is voor de tegenstander.
weigerde dribbel op de helft van de tegenstander. Moeteloos met zijn redding van de keeper op de schijn. Morten Torsby. Redmond. Moet er langs gaan. Verder met de steekpas. Er is een teamgenoot in de buurt. En de voorzet wordt weggewerkt. Sterk van de bal gezien. Van heel dichtbij, de gelijkmaker dan. Oh, die gaat er niet in. Jongen, wat doe je nou? Jongen, wat een kans zeg. Hij had gelijk kunnen, wat zeg ik? Hij had gelijk moeten maken. Een succesvolle tackle op eigen helft. Lattenhart. Morten Torsby. Daar is ruimte op de vleugel. Een inworp. Hij verslaat zijn tegenstander. Prima redding, hoor. Hij neemt hem kort. Nathan Redmond. Hij keert de bal knap. We gaan weer een hoekschop. Kort genomen de voorbeeld. Zo, dat scheelt niet veel zeg. Nou, het was een goede beslissing om die bal te plaatsen. Maar helaas plaatste hij hem net iets te hoog. Ze krijgen 1 minuut blessuretijd. Ja, hij neemt hem. De doelman duikt en keert hem in. De bal komt voor het doel. Nee, dat is slordig gedaan. En dan gaan we de kleedkamer in. Het is rust. Jordan Adu zou meer moeten brengen voor iemand van zijn niveau. Hij is nog nauwelijks gevaarlijk geweest. Ja, tot dusver is dit niet de wedstrijd van deze speler. Doorgaans de spil van het elftal, maar
vandaag, ik weet niet wat er aan de hand is. De tweede helft. En we hebben afgetrapt. Jordan Ayew. Goeie tackle en bal terug in bezit. Knallen maar! Nou, de doelman denkt er blijkbaar anders over. Die kan een doelpunt eenvoudig voorkomen. Kom op, weg met die bal. Op doel geschoten. Ja, die tellen we. En ze leiden nu met 2 doelpunten verschil. Nou, wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar het echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van die. Het is een bijzonder slot. Jordan Ayew. Ja, hij worstelt zich los. Nou, uiteindelijk dus toch nog goed verdedigd. En het gevaar is voorlopig geweken. Waar verspeelt hij de bal? Redmond. Goed de bal heroverd op de eigen helft. Hieruit kan een counter voortkomen. Ze hebben die verdedigers achterin nodig. Hij komt met een schop. Ja, goed tegengehouden. Zo uit de lucht. Doelman had hem. Bal blijft binnen. Dat zag er even link uit. Het is... Hij is op de bal gezet. We hebben nog 20 minuten te gaan. Nu zouden ze best kunnen counteren. Jordan Ayew. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Bijgestaan door zijn teamgenoten. Hij neemt de bal op de schoen. Blokkeert die bal. Net als eerder blokkeert hij dat schot. En weer de druk op de bal. De paas wordt onderschept. Hij schiet op doel. Ja, ze moeten wat proberen. Hè. Die kansen blijven zoeken. Ja, ja. Ja, ze moeten toch die 2 doelpunten achterstand zien weg te werken. Maar dat is geen sinecure. Mooie onderschepping.
We hebben nog 9 minuten te gaan. Redmond. Hij onderschept hem. Steeds aan de bal. Nee, dit kan worden verdedigd. De aanval is alweer voorbij. Een counteraanval behoort nu tot de opties. Nou zeg, wat een schandalige overtreding. De scheidsrechter kan niet anders dan hier een rode kaart voor trekken. Ja, en daar krijg je rood voor. Eigen schuld. Voorzet onderweg naar de tweede paal. Het gevaar is nog steeds niet geweken. En een schot. Hard geschoten, maar net niet in het hart geraakt, want de bal gaat net naast het doel. Ja, het scheelde heel weinig. Wel een goede poging. En dat was het dan weer voor vandaag. De bezoekers winnen de wedstrijd. Ik zie een tevreden trainer. Ja, die is blij met deze duidelijke overwinning. En terecht, ze hebben vandaag gewoon goed werk geleverd. Deze speler heeft echt een goede wedstrijd gespeeld. Dit was zonder meer een goede wedstrijd van hem. Zijn doelpunt was cruciaal voor de overwinning hier voor zijn ploeg.